vanaf hier wordt hij zwaar, wachten we hier gewoon nog wat korter. Sluit niet aan bij de zijkanten. Het sluit verder helemaal nergens bij aan. Dus het is gewoon, zie jij een kruin die te vol is en die te bol is, pol je een stukje daarbij uit. Dan gaat hij hier iets korter worden en dan gaat hij dit omhoog doen. Dus dat is het effect dat je daarmee krijgt. Dus zowel in krulhaar als in stijlhaar. Als ik nu zie dat die voorkant, het is ook iets wat je een beetje moet voelen. Het is niet dat ik zeg van, dan moet het wel, dan moet het niet. Je gaat er met je handen doorheen, je kijkt naar het model wat je wil creëren en je voelt, als je je haar er doorheen houdt en je kneedt een beetje die punten erin, dan voel je dat je bepaalde plekken vastpakt waarvan je denkt, er zit echt nog best wel veel haar voor het feit dat er eigenlijk wat meer lucht in zou moeten zitten. Dan kan je gewoon inderdaad met je koepschaar, met je air, eventjes die puntjes. Iets meer kortere stukjes erin. En dat is een kwestie van gevoel. Ik kan niet laten zien aan jullie, kijk, hier is het nu te lang of te zwaar. Maar het is meer dat ik denk van ik voel dat daar nog een beetje een volume in zit die ik wat dunner zou willen hebben. En als ik dit, het kapsel is in principe klaar. Als ik nu hier naar kijk. Dan denk ik, in het krulhaar gaat het minder opvallen. Maar dan denk ik dat het wel leuker is om hier iets strakker weg te zetten. Alles is piek, alles is dun. Dus om hier even een klein stukje tot voor het oor. Je ziet dat ik veel dingen doe die niet per se ergens op aansluiten. Daar kan je ook gewoon vanaf. Als je je basistechniek goed beheerst, dan denk je vanuit je basistechniek. Dus je denkt, hoe zou die zijn als de basistechniek is? En wat kan ik eraan veranderen om een beter resultaat te krijgen? Die basistechniek is speciaal om ervoor te zorgen dat jij iemand goed kan knippen, dat alles op elkaar aansluit. Het houdt alleen geen rekening met kruinen, het houdt geen rekening met volumes, dus het houdt nergens rekening mee. Jij bent degene die ergens rekening mee houdt, dus jij bent ook degene die bepaalt of dat je ergens iets anders doet. Dus het kan zomaar zijn dat er één stukje is waarvan je denkt dat het zou wel anders kunnen. Nou, dan doe je alleen. Ik heb zelf een boek met foto's. Als ik in Londen ben, dan maak ik altijd foto's van de seminars. Dan maak ik allemaal foto's van modellen tijdens dat ze geknipt worden en als ze klaar zijn. Bij mijn klantenkring is het zo dat ze inmiddels zo weten hoe dat in elkaar zit. Dat ze zeggen, die achterkant vind ik leuk. Die zijkant vind ik leuk. Bij die vind ik de pony leuk. En bij dat model vind ik die ene zijkant heel erg leuk. Maar niet speciaal dat asymmetrische. Wat jij dan doet is denken, oké, dus er moet deze zijkant in. Deze achterkant ga ik creëren, deze zijkant kan naar deze kant en het plaatje van die andere, dat wordt de lok. Dat ga je in je hoofd afdelen in portées, dat zet je vast en denk je, nou, nu ga ik dus die achterkant knippen, nu ga ik die zijkanten knippen. En je houdt daartussenin een gedeelte waarbij je het op elkaar kan sluiten. Dan kan je dus eigenlijk van vijf verschillende kapsels, ik heb geen laarsje, ik wil wel later pakken zien. Ja, kopje. Kan je van vijf verschillende kapsels, creëer jij gewoon je eigen nieuwe kapsel. Zo werkt het een beetje. Vandaar dat ik dan ook nu kijk van, nou, ik vind hem hier wel